wat een beleving boodschappen doen. We hebben weer iets ontdekt van best wel lang terug. Maar het is zo windstil dat het niet echt heel veel doet vandaag. Gisteren was dat beter. Goedemorgen, het is maandag. Maandag weer. Gaat echt snel af en toe. In vakantie vind ik de tijd zo snel gaan. Ik heb me net gedoucht aangekleed. Neem mijn schoenen aan. Ik heb deze top aan van Karen Millen. Broekje is van Benetton. En deze schoenen van Geox. En even Sarah roepen en dan gaan we boodschappen doen. Ik zou samen met Sarah boodschappen gaan doen. Maar Mila stond voor de deur. En ze is even naar Mila. Want die gaan straks weg, maar dan ben ik weer terug. Dus dan hadden ze samen nog even snel die airco. Het is nog redelijk vroeg, dus het is wel warm in de auto, maar niet. Ik kan in van de maal op een stoel zitten. Dus dat is heel. Maar ik had mijn reis klaar. Maar met dit weer vind ik alles te warm en klaar te warm. Dus ik weet echt niet wat ik wil gaan halen. Nog steeds niet. Zo irritant. En gisteren ook, toen heb ik 3 pannen op. Nou, echt. Verschrikkelijk. Oh, en ik weet dus zo na boodschappen de auto stappen. Dus het is zo heet in deze auto. Wat een beleving boodschappen doen. Ik had dus een 9-pak blikjes Fanta. En ik zet die op een gegeven moment op de band. En echt, nou, de Fanta, het spookt helemaal in het rond. Maar vanuit die verpakking. Dus ik zat onder gelukkig niet op mijn kleding, maar echt op mijn armen en zo. En die man die voor me stond, daar spoot het heen. En de band, de kassa, boodschappen. Alles onder de Fanta. Dus dat was niet zo fijn. Toen moesten we natuurlijk alles schoonmaken. Maar toen gingen we dat 9-pak openmaken. Het zat er echt gewoon, nou ik denk zo'n gat. In een van die blikjes, gewoon aan de zijkant. Maar waarschijnlijk heeft dat plastic er eerst onder gezeten. En dan draait het iets met de opleggen. En dan, toen schoot het uit. En Fanta gaat natuurlijk dan... door het koolzuur lekker spuiten. Dus nee, echt top. Het was gewoon één grote Fanta-douche. Wij zijn ondertussen met Kitty, die nu niet op de telefoon zit. Mm-hmm. En we zijn een potje Kwiks aan het spelen. Kijk, we ja. Zijn allemaal zeven. Ja, alleen hier is het natuurlijk anders dan bij die of die. En je kan bij allemaal inderdaad een zeven aanvinken, kruisen. Welke ga je doen? Ik wil naar het toilet. We hebben weer iets ontdekt van best wel lang terug. Sarah is helemaal hoekt. Weet je nog wat het heet? Hoe heet het ook alweer? Classic. Draw something. Weet je wat het is? Een ster. Ja, maar wat voor ster? Een waterster. Wat voor water is dat? Dat is het water waar je zwemt. Waar? Een zeester. Ja! Kitty is weer in huis, dus ik heb gelijk alles beneden opengezet. Want het werd precies buiten nu koeler dan binnen. Maar het is zo windstil dat het niet echt heel veel doet vandaag. Gisteren was dat beter. Oh, en nu gaan we dark kijken. Want daar gaan we nu niet zo snel meer doorheen. Eerst kijken wat meer. Oh, ik ga weer met mijn haar spelen. Niet doen. Ik heb het trouwens net omgekleed. Ik heb even een ander topje aangedaan, even gedoucht. Maar ik heb het nu alweer warm. Maar ik heb het in de oven staan. Echt top met dit weer. Dan wordt het weer warmer hier. Ah, kijk trouwens. Dit heeft Sarah voor me gemaakt. Echt zo schattig. Lieve mama, ik wil laten weten dat jij de beste mama en de liefste, die zelfs in het rood, op aarde bent. Kus, kus, Sarah. Ik vind het zo cute. Het zijn echt van die dingetjes die ik dan echt voor altijd wil bewaren. Oh ja, en op de achterkant...
stond ook nog een tekening. Ik heb het echt flink afgekoeld gekregen. Even kijken hoe warm het nu precies is. Het is 21,5 graden. Nou, dat is echt wel een heel erg verschil met de 25 graden die het was. En nu ga ik lekker richting mijn bed. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren, een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!